Technisch Unie is al langer op zoek geweest naar milieuvriendelijke voertuigen die toch een belangrijke bijdrage leveren in het terugdringen van de CO2-uitstoot. We staan hier nu bij een vrachtauto die 0% uitstoot heeft op CO2. Dus het is een volledig elektrische vrachtauto. Wij zijn vorig jaar gevraagd door MAN of wij interesse hadden in een volledig elektrische vrachtauto. Nou, zij zijn de enigen die het kunnen leveren. En we zijn ook heel trots dat we hier bij de eerste elektrisch aangedreven MAN-truck van de wereld staan. Die ontwikkeling, ja, die is helemaal door Nederland eigenlijk ingezet. En Technische Unie was de eerste klant die gezegd heeft, ik wil zo'n auto kopen en ik ondersteun jullie plannen om een elektrische auto te gaan bouwen. Die vijf hetzelfde, alleen je hoort niks. In het begin, alles wat nieuw is, is weten natuurlijk. Maar het gebruiksgemaak is wel maar het is heel erg goed. Het voertuig was oorspronkelijk een dieseltruck met een dieselmotor en een normale versnellingsbak, een dieseltank. Al die componenten die met diesel te maken hebben, die zijn uit deze auto verwijderd. En daarvoor in de plaats is een elektromotor gekomen, een tandwielkast om de overbrenging te realiseren. In, aan en rond het chassis hangen 160 kWh aan batterijpakket. Dat batterijpakket dat is daarmee geschikt om deze 12 tonnen in de inzet die ermee gedaan wordt, om die een 180 kilometer te laten rijden op een dag. En een gedeelte van de remenergie wordt ook gebruikt om de accu's bij te laden. Dat houdt ook samen met natuurlijk de actieradius. Nee, het is, ik vind het wel een hele goede set. Nou, ik denk dat met name voor de binnensteden, waar als er veel gelost wordt, dat dit ideaal is. Want het gaat wel heel relaxed. Het past natuurlijk wel helemaal in het beeld waar de Technische Unie een beetje voor staat. Die willen graag alles groen hebben. Dus. Want het staat natuurlijk ook in onze doelstelling om tot 2015 10% CO2-reductie te realiseren. Ja, en wat is er dan mooier als je hier al gelijk een hele mooie bijdrage in kunt leveren. Met toch ja, een groene auto van buiten, maar nu ook een groene auto van binnen. Speciaal voor de inzet van Technische Unie moest er nog een highlight gebeuren op de opbouw. Omdat er een zijdeur noodzakelijk is met een comfortabele instap, moest er een speciale zijtrap ontwikkeld worden. De auto gaat s'avonds naar het einde van de dienst aan de stekker en heeft dan 8 uur nodig om weer opgeladen te worden. Hij staat nu ook gewoon aan. Ja, dit is wel helemaal perfect. Kun je niet sneller schakelen of dat is jammer zelf? Deze auto mag gewoon handen rijden. Deuren gaan open waar ze voor anderen gesloten blijven. Voor Technische Unie gaan de deuren in Amsterdam niet op slot. Wij hebben geen uitstoot met deze vrachtauto. En de gemeente Amsterdam die gaat de binnenstad straks op slot gooien voor auto's met een uitstoot. Dus wij gaan schoon en stil op pad.